echt een nieuwe track op Spotify. No brainer. Jammer genoeg haalt het liedje niet de plays die ze nodig hadden. Dus like nu deze video of ik wil ook gewoon geld verdienen na alles. Like deze video of Justin Bieber staat. Ja, jullie kiezen natuurlijk Justin Bieber zijn leven niet boven dat van de like, maar... Toch welkom bij deze video. Jullie weten niet wie ik ben, en ik ben... Incognito. Vanaf nu enkel campagnes, gesponsorde video's en... Sorry, tijd voor verandering. Het geld komt niet meer binnen. Fucking waterpistool video is gedemonetized. De video daarvoor is ook gedemonetized. De video daarvoor is ook gedemonetized. En dat is eigenlijk wel jammer, want ik had fucking veel werk in de video gestoken. Besef dat ik 25 euro heb betaald voor het waterpistool en ik die niet eens terug heb verdiend met mijn waterpistoolvideo. Het is wel eens tijd om campagnes te beginnen doen en ik zeg het nu om te lachen, maar het is niet grappig. Hopelijk fixt YouTube deze shit, want anders ga ik broke. Echt pijn. Ik had er nog niet echt bij nagedacht dat ik dit waterpistool niet eens heb terugverdiend met die video, terwijl dat echt wel normaal zou moeten zijn. Maak eens zo'n goede video die echt wel ongemonetized kan worden waar helemaal niks verkeerd mee is en dan dat. Goed, maar eens kijken om... iets anders te doen ofzo. Oké, maar we gaan stoppen met depressief doen en saai doen en dat. Dat spelen Fortnite. Je had gezien dat fucking Logan Paul in de fucking itemshop staat. Als je niet ziet dat dit Logan Paul is en Baywatch. Het is gewoon wel zo, hè. What the fuck doe jij hier eigenlijk nog? Hey. Ze hebben de video niet geliked, vriend. Hebben jullie zijn nieuwe track al gehoord? No brainer. Het is niet echt mijn ding. Volgens jullie is deze skin redelijk rare. En ik heb die. Applaus voor mij. Toch iets goed dat ik heb gedaan in mijn leven. Misschien kan ik deze skin verkopen. En dan heb ik wel gewoon weer iets van geld. Ik weet dat sommige mensen van jullie waarschijnlijk aan het zeggen zijn. Dat ik ermee aan het lachen ben. Kijk, het is het allerlaatste wat ik erover ga zeggen in deze video. Dit is wat ik heb verdiend met mijn waterpistool video. $2.86. Weet je wat dat is? Dat is misschien 2 euro of zo. Maximum. Fuck YouTube, maar jullie demonetize crap shit. Maar dat ga ik waarschijnlijk echt moeten veranderen van de... Er is een nieuwe fucking game mode op Fortnite. Hij is echt gewoon gemaakt voor mij, snap je? Solo showdown. The last one standing in this opt-improving ground for high skill players. Kijk, ik weet dat jullie niet geloven dat ik een high skill player ben, maar... als ik dit potje solo showdown win, dan ben ik gewoon wel high skill player. Dus ik ga stoppen met zeveren en ik ga tonen aan jullie dat ik eigenlijk gewoon al fucking wel potje solo showdown gewonnen heb. Ik weet niet precies wat je krijgt als je solo showdown wint. De top ranked player van elke regio krijgt dit. De eerste plaats is 50.000 V-Bucks. Tweede, derde en vierde 25.000 V-Bucks. Vijfde tot 50 13.500 V-Bucks. En 51 tot 100 7.500, dat is niet eens zoveel. Misschien kan Epic Games het geld gewoon niet een V-Bucks storten, maar gewoon een euro. Maar ik ga eerst doen dat jullie denk ik niet aan bluffen ben en dat ik echt gewoon fucking goed ben. We droppen Salty Springs. Tilted Towers is zo iets te hebben. Het synoniem voor deze game mode is eigenlijk gewoon camp en bouw tot dood. Het is niet echt high-skilled players. Het is gewoon bouw zoveel of dat je kan. En camp zo hard of dat je kan. Wat ga ik doen in deze game mode? Afwachten en rustig mensen killen, snap je? Oh shit, het is echt de eerste keer dat ik dit aan het spelen ben. Ja, ik denk dat ik echt te goed ben. High-skilled players. Ik ben deze week ook van plan om een vlog te maken dat ik naar Brussel ga en dat ik dan gewoon naar het HQ van Google ga met mijn bivakmuts aan en dat ik daar gewoon zeg van yo, what the fuck? En dat ik dan een beetje begin te flippen op hun. En ik heb in de laatste maanden echt al proberen contact te zoeken met hen op elke mogelijke manier en ze hebben gewoon niet gereageerd op al mijn mails. Ik heb 1 kill, ik ben niemand tegengekomen. Ik zag dat iedereen campt gewoon in deze game mode. 5 minuten verder nog steeds geen high-skilled players gevonden. Ik ben in de buurt aan te komen van veel high-skilled players. Tijd om die stinkbom eens te gebruiken. Hey, pull up! Oké, en high skill player down. Zag je die stinkbommen? Like. En ik heb de pet 90. Hold the fuck up, bitch! Ik moet weer oppassen, want het zijn high skill players in deze game. Ah! Hallo! What the fuck? Ah! Wow! Oh shit! Oké! High skill players, snap je? Oppassen als je één keer piekt, krijg je zo'n ding in je hoofd. Oké, dus door een kleine miscalculatie zit het nog altijd in de storm en heb ik mijn tweede camp van hier gewoon verkeerd gezet. Het enige probleem is nu echt dat ik 35 levens heb. We zitten echt in diepe, diepe shit. Hele diepe shit. Oh! Oké, ik zie shield potion, ik zie alles. Ik moet gewoon naar daar geraken, ja. High skilled players, kijk, te veel skill. Kijk, als er iemand deze skin wil kopen van mij, ga je gang, bied in de comments of zo. De hoogste bieder krijgt deze skin van mij. Dan moet je het geld wel overmaken dan bij, ja, snap je? Jullie, hoe fucking warm dat deze muts is. Het is niet normaal. De towers is stil. Hallo? Hallo? Oh,
Hey, maar nu even serieus, what the fuck? Waarom is er niemand in Tilted Towers? Hallo? Is er een nieuwe Tilted Towers waar ik niet van weet? Dit is nog niet eens geloot. Hè? Yo, what the fuck? Hoe lang gaat deze guy nog leven? Dacht het al, vriend! We zijn in totaal al 2 mensen tegengekomen in Tilted Towers. What the fuck? Hoe kan het daar hier nog een dikke pot leggen? What the fuck? Dus er gebeuren heel rare dingen, er is helemaal niemand hier. Ik heb wel 3 kills, maar yo... What the fuck? Mijn snor is ook weer al mooi aan het terugkomen. Ik niet jullie zien. Ik dacht dat dit de game ging worden waar ik mijn kill record ging verbreken. Dat is iets wat vroeger niet gebeurde op Fortnite. Oké, als ik het goed heb, heeft hij nog 10 levens. En omdat ik dat gedaan heb, ik mag het nu deze airdrop open doen. Nice! Oké. Okay. Oh, nee. Mijn sensitivity staat nog altijd fucking hoog. Niet chill. Ja, fuck. Jack. Normaal zou ik dit nooit doen, maar voor de laatste keer houden voor de verandering is droppen in Tilted Towers. What a kill! Yo, where the bitches at? Ik voel het zweet gewoon van mijn stoel lopen. Ik meen, dat is nog nooit gebeurd, maar op de een of andere manier begint mijn rug ook ineens te zweten. Oké, het hangt hier dus echt gewoon overal vol met traps. Ik dacht even dat ik weer solo showdown aan het spelen was, maar nee, het zijn gewoon redelijk goede spelers in dit potje. Loop even in mijn trap. Oké, en ja, safe! What the fuck? Hé, maar ik ben alert. Je kan me niet pakken met die domme, stomme traps. Echt overal! Het enige probleem nu is dus dat ik 38 levens heb. Hoe de fuck ga ik hier ooit wegraken? Ik ben wel weg, maar hetzelfde probleem nog altijd. 38 levens. Oké, we zijn nog niet gespot. 38 levens, safe! Hoe kut is het om zo gekild te worden, what the fuck? Hij had die scar en zo, hij was helemaal klaar om mensen te neuken, hè. Respect naar de guy die het net gekild heb, ik weet niet wat je naam is. Het boeit me ook helemaal niks, maar ik ga even deze taart eten. Hey. Ik ga even voor die long range kill. Ah, wat de... Het is echt kut om zo gekild te worden, oké? Het was even karma. Solo showdown. Ik ga even die nieuwe tactiek gebruiken. Die drop in een rift. En dan gewoon opnieuw naar Tilted Towers staan omdat je niet ver genoeg, oké. Oké. 1 kill, hey. What the fuck? Oké, ik ga solo showdown nog 1 fucking kans geven. We gaan ergens droppen waar ik nog nooit ben gedropt. En we gaan kijken hoeveel fucking kills ik kan maken. Ik heb gehoord dat Lazy Links echt al de place to be is. Ik ben echt al fucking een uur aan het opnemen. Ik ben aan het verdrinken in mijn eigen zweet. Ik dacht dat hier veel mensen gingen droppen. Er is hier niemand. Ik weet niet wie hier gezegd heeft tegen mij dat ik hier moest droppen. Maar yo, bedankt voor de tip. Peter, ga je niet dood bij mijn eerste kill? Oké. Ik heb wel een auto. Ik heb nog niet veel in de auto gered. Dus dat wordt wel leuk. Oh! Yo! Bitch! Ik heb nog geen idee naar waar ik ga rijden, maar... Hey, pull the fuck up, bitch! De eerste keer in mijn leven dat ik 2 kills heb in solo showdown, zijn gewoon al 2 mensen tegengekomen, yo. Andere niveau. Oké, we zijn even in die vliegende auto. Pull up! Safe. Is echt helemaal niemand in deze map. Het is meer PUBG dan Fortnite nu. Ja, kijk, tot zover veel kills halen in Fortnite. Je komt toch niemand tegen. Het leuke aan dit spel vond ik dat je zoveel mensen tegenkwam en zo. Maar, yo. Hey, Johnny Bravo. Wow. Drumgun is wel nice. Maar het zou nicer zijn als er meer mensen tegenkwam. Oké, dit is wel para. Er staat iemand aan de andere kant van het huisje. Oké! We zitten op 4 kills. We beginnen in de buurt te komen van... Nee, mijn record is 15 of zo. We zijn wel nog altijd solo showdown aan het spelen. Ik weet niet hoe het komt dat ik niemand tegenkom. Ik ben nog... Oh, shit! Nee! Niet zo doodgaan! Niet in de... Kutspel. Klaar mee. Hey. Het enige wat ik overhoud aan een video Fortnite. Deze 2 dingen en die rugleuning die echt kletsnat is. Hey, nice. Fuck dit spel. Ik meen het. Ik heb het al 1000 keer gezegd, maar nu meen ik het echt. Ik ben echt klaar mee. Ik kom niemand tegen en dan kom ik gewoon tegen in een bosje. Yo, bedankt om te kijken naar deze video. Ik ben echt klaar mee. Hey. Hallo. 37. Headshot.
Oh no, kankerhart. Jullie hebben eigenlijk niet door de fucking vermoeidheid.